Hallo, mijn naam is Roel. Ik ga je vandaag uitleggen wat de Performance Line CX motor van Bosch voor motor is, waarvoor die met name bedoeld is, wat de verschillen zijn ten opzichte van de gewone Performance Line en de Active Line en de Active Line Plus motor. Vind je deze video nou leuk? Klik dan op like en abonneer op ons kanaal. Inwendig is de Bosch Performance Line CX motor compleet anders dan al die andere motoren. Het is een motor met alleen maar metalen tandwielen en het is een motor die hoogtoerig is. Dus dat betekent dat het feitelijke elektromotortje wat in dat complete blok zit, twee keer zo snel draait als de andere motoren. Daardoor kan die motor meer kracht leveren, namelijk 75 Nm ten opzichte van 63 of 50 Nm van die andere varianten. En kan die je ondersteuning ook met maximaal 340% vergroten. Maar dat maakt ook dat deze motor veel agressiever reageert. Dat betekent hoogtoerig, denk maar aan een sportieve auto met een hele krachtige motor. Als je het gaspedaal maar aanraakt, dan krijg je gelijk een zet in je rug. En als je het gaspedaal loslaat, dan houdt hij bij wijze van spreken bijna in. Dat is ook een beetje het rijgedrag, het ondersteuningsgedrag wat deze motor geeft. Ga je die motor dus in een stadfiets stoppen, dan rijdt dat echt niet prettig. Het idee dat de krachtigste motor dan de beste motor is, dat gaat echt niet op. Dus het is een motor die je... is eigenlijk sterk af te raden zelfs om die in een gewone, normale stadfiets te stoppen. Hij is echt bedoeld voor de sportieve fietsers. En dan niet de gewone sportieve fiets, maar zelfs de echte sportieve fiets, de mountainbikes, de sportieve racefietsen, de speed pedelecs, waar deze motor ook in wordt toegepast. Juist dan geeft hij die ondersteuning die hij moet hebben. Als die motor echt moet werken, dan functioneert hij optimaal. En bij gewoon lekker normaal fietsen, eigenlijk helemaal niet en werkt die kracht die die motor kan geven gewoon averechts. Wat ik dan nog even wil toevoegen aan het verhaal, dat is de speciale e-gravel software. Dat is een software die ervoor zorgt dat de motor optimaal blijft ondersteunen bij een wat hogere trapfrequentie. Als je op een mountainbike rijdt en als je op een racefiets rijdt, dan ga je over het algemeen niet langzaam trappen, maar dan ga je snel met je pedalen rond. In ieder geval sneller dan 60 omwentelingen per minuut, maar veel eerder rond de 80 tot 90 omwentelingen per minuut. En we zien dat de gewone normale software die erop zit, op zo'n Performance CX motor, dat die geoptimaliseerd is voor ongeveer 60 tot 70 omwentelingen per minuut. Maar de fabrikant van de fiets heeft afhankelijk van de fiets waar die hem onderbouwt, de mogelijkheid om een e-gravel software te monteren. Dat kan dus niet bij de dealer. Dat moet echt af fabriek al gebeurd zijn. Het is dan belangrijk dat wanneer je zo'n fiets overweegt aan te schaffen, dat je even nagaat of die e-gravel software wel of niet heeft. Ben je iemand die wat sneller met zijn pedalen rondgaat, zorg dan dat jouw fiets die je koopt e-gravel software heeft. Want anders dan, gaat jouw motor gewoon niet optimaal functioneren bij die hoge pedaalslag. Dus dat is wel een dingetje om even op te letten. Maar goed, dan kan je vragen, dan kan je informeren bij de fabrikant of bij je winkel waar je de fiets koopt. Dus een andere motor, hoogtoerig, agressief rijgedrag. Geeft ook wat meer geluid door dat hoge toeren. Bedoeld voor de sportfiets en beslist niet voor de gewone normale stadsfiets. En zelfs ook niet voor de woon-werkverkeerfiets eigenlijk. Die kan veel beter de gewone normale performance motor of de Active Line Plus motor overwegen.